Er is een groot mysterie dat mij de afgelopen weken bezighoudt. Dus ik gooi het hier maar gewoon tegen jullie aan zonder de belofte dat er een eensluidend antwoord op komt. Hoe kan het dat alles steeds meer op elkaar gaat lijken? Het begon met dat mijn laptop stuk was en ik een nieuwe ging zoeken en erachter kwam dat alle merken wanhopig proberen dezelfde laptop te maken. Eén lange rij, dezelfde grijze MacBook-klonen staarden me aan in een winkel die trouwens ook verdomd veel leek op die andere winkel waar ik al was geweest. Want van de ene naar de andere winkel gaan in de hoop dat je dan iets anders tegen gaat komen, is ijdele hoop. Ze zien er hetzelfde uit, ze verkopen hetzelfde. Het kost vaak ook precies evenveel. Het is om gek van te worden. En het is vreemd. Je zou denken dat de vrije markt leidt tot diversiteit, tot uitspattingen, tot experiment, tot pogingen om het anders te doen dan de concurrentie. Dat is tenminste het verhaal dat de vrije marktapostelen ons steeds vertellen. Maar het lijkt precies andersom uit te pakken. We verzuipen langzaam in een eenvormige brei van marketingconcepten die elkaar wanhopig blijven kopiëren. Ik las een interview met de zenderbaas van Joe Radio. Dat is een nieuw radiostation, want de FM-frequenties zijn onlangs geveild. En DPG Media heeft een extra frequentie gekocht. Zenderbaas Reuvenkamp legt uit hoe ze het hebben aangepakt. Ze hebben onderzoek gedaan naar wat voor station er moest komen. En daar kwam uit dat er behoefte was aan een station met classic hits. De ideale doelgroep bleek de frisse veertiger, die herinneringen heeft aan de liedjes die worden gedraaid, maar niet is blijven hangen in die tijd. En daarmee probeert DPG Media een publiek te trekken dat iets ouder is dan de doelgroep van hun andere zender, Q Music, want je wil niet cannibaliseren. Ik zal wel een onfrisse dertiger zijn die er geen reet van begrijpt, maar de zielloosheid van dit verhaal maakte me diep droevig. Het is vast een veel te romantisch beeld om te denken dat radiozenders worden opgericht door mensen die liefde voor muziek voelen en dat graag willen delen of een oorspronkelijk idee hebben en dat aan de hele wereld willen laten horen. Maar dit is wel echt het andere uiterste en blijkbaar hoe het werkt. Een groot concern koopt voor 20 miljoen euro een frequentie en huurt dan een marketingbureau in om te kijken wat ze er nou eigenlijk mee moeten. Om vervolgens uit te komen op classic hits, alsof er niet al een triljoen zenders zijn die oude meuk herkauwen. 10.000 euro's uitgeven om je te laten vertellen dat je moet gaan doen wat de rest ook al doet. Zie hier de vrije markt in volle werking. It's all about the money, zong Mea al in 1997. Een tijd waar ik herinneringen aan heb, maar waar ik niet in ben blijven hangen. En deze manier van werken beperkt zich helaas niet tot de commercie. Ook de politiek is al lang geleden aan het marktdenken en kiezersonderzoek en focusgroepen begonnen met dezelfde gekmakende eenheidsworst tot gevolg. Bij het campagnefilmpje dat Frans Timmermans gisteren online zette, hoor ik gewoon de spindokter fluisteren. Begin met de uitdagingen, Frans. En dan zijn de sleutelwoorden samen, vertrouwen, overheid en mensen. We staan in Nederland, in de wereld, voor hele grote uitdagingen. Maar er is geen uitdaging zo groot of we kunnen hem aan als we hem samen oppakken. Dat kunnen we doen samen als we elkaar weer gaan leren vertrouwen. Als we meer vertrouwen in onszelf hebben, in ons vermogen om problemen op te lossen. Vertrouwen in elkaar hebben, elkaar weer met meer respect behandelen. Overheid, en als we ook mensen. Weer vertrouwen krijgen in een overheid. Een overheid die begint met mensen vertrouwen te schenken. Mooi, als we dat voor elkaar krijgen, dan is er geen uitdaging die we niet aan. Ontsla ze, Frans. Wie je ook verteld heeft dat dit soort filmpjes werken. Ik weet dat je de lijst trekt voor een fusiepartij, maar dit zou een filmpje voor letterlijk elke partij kunnen zijn. Niet dat het op de rechterflank veel beter gaat, want daar buitelen ze over elkaar heen om asielzoekers de schuld van alles te geven, zodat er ook geen enkel onderscheid meer bestaat tussen de VVD, de PVV, JA21 en al die andere partijen waarvan de politici inmiddels vaker hun partij verwisselen dan hun tandenborstel. Ik weet eerlijk gezegd niet wat erger is, de nikszeggendheid van het filmpje van Frans Timmermans of de schaamteloze leugens van Dylan Jesilgus, die gisteren op tv doodleuk beweerde dat Nederland te aantrekkelijk is geworden voor vluchtelingen vergeleken met landen om ons heen. Terwijl precies een dag eerder wetenschappers concludeerden dat er geen aanzuigende werking is in een rapport dat was geschreven op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid van minister Dylan Jesilgus. Blijkbaar is dit waar de westerse beschaving op uitdraait. Nikszeggendheid en leugens, allebei even berekenend. En ik weet niet of we de trend ooit nog gaan keren, gezien het feit dat ik deze frustratie voorlees vanaf de nondescripte grijze laptop die ik toch maar gekocht heb bij gebrek aan iets anders. Want dat is voorlopig mijn conclusie. De vrije markt laat je uiteindelijk geen keus. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.